Maakt u graag uw eigen keuzes in het leven? En wilt u dat ook met uw uitvaart? Bel 0800 783 7343 of kijk op sterfgeval.nl. Goedemiddag, met Van der Putten. Al meer dan 20 jaar is meester Van der Putten de juridisch specialist op het gebied van lijkbezorgingsrecht en bestuursrecht. In deze juridische rubriek geeft hij antwoord op al uw vragen over het recht en de regels rond begraven en cremeren. Kunnen nabestaanden iemand verbieden om afscheid te nemen van een overledene? Nou, ze kunnen het wel verbieden, maar zo'n verbod houdt eigenlijk niet stand. Het komt natuurlijk in meerdere families wel eens voor, zelfs in de beste families, dat er onmin is tussen allerlei mensen. Dat de personen die de uitvaart regelen liever niet hebben dat een bepaald familielid er komt. Of dat de overledene dat zelf heeft bepaald, hè, een breuk met broer Jan. Hè, broer Jan is niet welkom op de uitvaart. Nou, dat kan men zo bepalen, dat kan men regelen. Want een uitvaart is een privé aangelegenheid. Hè, net zoals een huwelijk of een feestje of wat voor een evenement anders ook. Dus je mag zelf bepalen wie je daar uitnodigt en ook wie daar niet welkom is. Maar het afscheid nemen van een overleden is nog even een ander aspect. Want dat kan je ook doen buiten de uitvaart om, dat kan je eerder doen. En er zijn wel eens een aantal rechtszaken geweest waarin mensen hebben gezegd van ik mag niet op de begrafenis komen of ik mag niet op de crematie komen, maar ik zou moeder toch heel graag willen zien of mijn zus toch heel graag willen zien. En in dat soort gevallen heeft de rechter altijd gezegd ja dat mag. En dat mag door dan bijvoorbeeld een paar uur voor de uitvaart of de dag voor de uitvaart toch een half uurtje zelf alleen in het mortuarium te zijn om afscheid te nemen van moeder, hè, of een ander moment te hebben dat je toch nog even iemand kan zien. Dat is vaste jurisprudentie. En als je dat eigenlijk weet, dan weet je ook dat het geen zin heeft om, hè, als een situatie zich voordoet, iemand te weigeren om afscheid te nemen. Want als hij een advocaat in de arm neemt, of mijn adviesrubriek leest, dan weet hij, hij krijgt het toch voor elkaar dat hij afscheid kan nemen. Ja, dus het is veel makkelijker om dat gewoon maar onderling af te spreken en dat te laten gebeuren.